stel voor dat we nog samen bidden. Heere God, we willen u danken voor de studie van gisteravond. Die ernstige vraag, wie is hij die ons roept tot vrijheid? En we danken u, Heere, dat u het zelf bent, die zich aan ons wil openbaren, ook vanmorgen, door de Heilige Geest. En als we de vraag mogen stellen vanmorgen, wat is vrijheid? Want Heere, we hebben het gehoord en gelezen, dat de Zoon van God ons waarlijk vrij maakt. Maar misschien zijn het voor ons alleen nog maar woorden, waar we de diepe betekenis niet van kennen in ons persoonlijk leven. En wilt u daarom door de Heilige Geest spreken tot het hart van een ieder van ons. Geeft u genade bij het luisteren. Heer, we willen alles stellen onder uw controle en ons hart openen voor u. Geeft u genade bij het spreken. Wilt u zelf aan het woord komen? Want daar gaat het om, Heere. En laten de woorden van mijn mond u welgevallig zijn. Verlicht ons met de Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. Gisteravond hebben we de vraag gesteld, wie is hij die ons roept tot vrijheid? En we hebben ontdekt dat niemand dat eigenlijk kan vertellen, wie hij is, dan alleen maar God zelf. En we hebben iets gezien hoe de Vader zich openbaart. En we kennen hem. Toen Mozes vroeg aan God, Heere God, wat is toch uw naam? Toen zei de Heere God tegen Mozes, ik ben die ik ben. En even verder in de schrift lees je dat zijn naam is wonderbaar. Met andere woorden, je komt daar zo van onder de indruk als je die namen van God gaat bestuderen. Ik heb thuis een boek wat getiteld is De 600 namen van God. Dus je kunt vooruit. En elke naam van God heeft een betekenis. Het geeft iets weer van wie God is en wat zijn karakter is, wat zijn werken zijn. Toch is er één naam waar God van wil dat we hem ook zo noemen. En dat is dat hij de God is van Abraham, van Isaac en van Jacob. En als je die drie aartsvaders gaat bestuderen, wie die zijn en hoe God in dat leven zo heeft gewerkt, dan leer je steeds meer wie God is. We hebben ook gezien wat de Zoon zegt wie God is en die ook zelf God is. Wie mij gezien heeft, wie mij gehoord heeft, kan je zeggen, wie van mij geleerd heeft, die weet wie de Vader is. En hoe meer onze blik gericht is op Christus, hoe meer we God de Vader leren kennen. We zeiden het ook tegen elkaar. Het is de Heilige Geest die eigenlijk overal God bekend wil maken. Die Jezus Christus wil verheerlijken. Het is een bekend gebed van Spurgeon wat ik zelf al jaren geleden heb overgenomen en wat ik ook heel vaak bid. En dat is, Heere God, dat het licht van de Heilige Geest mag vallen op uw aangezicht, zodat we niemand anders zullen zien dan Jezus alleen. En daar gaat het ook om in dit weekend. Dat we elkaar ontmoeten als een geweldig voorrecht. Maar dat we hem mogen ontmoeten, ja, daar zijn eigenlijk geen woorden voor. En ik hoop dat dat steeds meer mag worden in jouw leven en in mijn leven. Nu, we spreken over vrijheid. Maar wat is dat nu eigenlijk? Wat moeten we daar nou precies onder verstaan? Ik heb er maar bij gezet dat er een vrijheid is voor ongelovigen
En dat er een vrijheid is voor gelovigen. Nu, ik heb zomaar vanaf internet wat uitspraken overgenomen, wat ongelovigen meestal onder vrijheid verstaan. Dat is dat je lekker kunt doen waar je zelf zin in hebt. Nou, ik heb al heel wat jonge mensen in mijn leven ontmoet die vertelden dat ze op kamers gingen wonen en dat ze zeiden, dan zijn we eindelijk vrij. Dan zijn we van dat gezeur van onze ouders af, van hoe laat was je weer thuis gisteravond en wat heb je nou weer allemaal gedaan. En ze willen zo graag alles controleren en ik ben blij, zei een jongen tegen me, dat ik dat niet meer hoor. En ik zeg, ben je nu ook echt vrij? Nou ja, zei hij. Weet je, vrijheid. We denken soms dat we vrij zijn, maar in de praktijk blijkt het zo totaal anders. Gisteravond, of gisteren voordat we hier kwamen, las ik nog een klein artikeltje uit het Zoeklicht. Dat is een blad wat spreekt over de eindtijd en dat ging over de politiek waar we middenin zitten in de verkiezingstijd. En toen las ik een stukje over D66, althans daar schreef iemand over. En die schreef wat Alexander Pechtold verstaat onder vrijheid. Nou, dat is precies bij die eerste zin. Dat is nou lekker doen waar je zelf zin in hebt. Met andere woorden, dat is je eigen normen en waarden bepalen en zeggen dat, daar houd ik me aan en daar hou ik ook van. En dan schrijft hij erbij, gewoon leven zoals jij dat wil. En toen las hij er ook nog bij, en gewoon doodgaan zoals jij dat wil. Nou, we weten het. We hebben het actuele onderwerp voltooid leven. Dus als jij denkt het is voltooid, er is geen leeftijdsgrens bij. Als jij denkt dat het voltooid is, nou, dan is het voltooid. En dan maak je er een einde aan. Dat is vrijheid voor D66. Dus daar moet je maar niet op stemmen. Vrijheid, dat is eigenlijk ook iets waar mensen op een gegeven moment hun mening kunnen uiten. Nou, er worden wat meningen geuit in onze tijd. De een weet het nog beter dan de ander en we voelen ons daar vrij bij. Je moet toch alles kunnen zeggen. Dat is meningsuiting. Vrijheid van meningsuiting. Nou, er worden dingen verteld dat je soms ervan schrikt. Ik denk wel eens, en ik heb die tijd nog meegemaakt, dat wat vroeger normaal was, dat is nu abnormaal. En wat vroeger abnormaal was, dat is nu normaal. In die tijd leven we ook vandaag. Nou, velen zijn er die denken dat ze vrij zijn. En ze uiten dat dan in brutaliteit, in onverschilligheid. En dat merk je dan ook steeds weer. Dat mensen dingen kunnen uiten waarvan je zegt, joh, heb je nou zelf geen erg in waar je mee bezig bent? Het is onvoorstelbaar. Die onderste zin die sprak me enorm aan. Iemand schrijft, een wereld die door de techniek is gewonnen, is haar vrijheid verloren. Er zit toch bijna niemand meer zonder zijn mobiele telefoon. Kom je in de wachtkamer bij de dokter, zit iedereen met hetzelfde ding voor zijn neus. Zie je op straat, zelfs op de fiets zitten we er nog naar te kijken. Zelfs in de auto kijken we ernaar. En we zijn bijna helemaal in de greep van de techniek. Ah, het is ook leuk, ik hou er ook van. Al die mooie dingen, al die ontwikkelingen in de techniek. Het is schitterend. Maar als het je leven gaat overwinnen, met andere woorden, als dat je leven gaat beheersen, dan ben je je vrijheid kwijt. Hoevelen hebben er al moeite mee, zoals een vader en een moeder eens tegen me zeiden, we hebben de gewoonte in het gezin, als we gaan eten, moet iedereen zijn mobieltje op een andere tafel leggen. Nou, ze hopen al gauw dat het eten voorbij is, dat ze hem weer kunnen pakken. Mensen worden beheerst door de techniek. En als dat zo is in jouw leven en in mijn leven, dan verliezen we daardoor onze vrijheid. De mens die vrijheid opeist,
die denkt vaak alleen maar aan geluk. Voordat ik tot het geloof in de Heer Jezus kwam, was ik op zoek naar vrijheid, wat voor mij betekende geluk. En ik moet je zeggen, ik heb heel wat geluk gevonden in mijn leven toen ik niet in God geloofde. Ik was zo'n gelukkig mens buiten het leven met God. Ik had maar één God en dat was de sport. En ik trainde ook voor de topsport, zo'n paar dagen per week zelfs. En er waren middagen dat ik op het sportveld was. Ik nam er zelfs vrij voor van mijn werk om maar te trainen en de hoogste ladder te bereiken in de sport. En voor mij was het mooiste om te spelen, toen natuurlijk allemaal nog op zondag, want ik geloofde toch niet. En dat daar mensen waren, soms heel veel mensen, en dat jij applaus kreeg, nou dan groeide je, want dan was jij op dat moment eigenlijk de centrale figuur, de beste waarom het ging. Ik had daardoor zoveel vrienden en zoveel vriendinnen. Ik was een zeer gelukkig mens. Sommige mensen denken dat ongelovige mensen niet gelukkig zijn. Nou, vergis je niet. Ik weet nog wat, toen ik tot bekering was gekomen, toen was ik zo enthousiast. Toen ging ik overal evangeliseren. We namen evangelisatieblaadjes mee. We gingen zelfs de ene kroeg in en de andere weer uit. En overal spraken we mensen aan over het evangelie. En ik weet nog dat ik ergens in een café kwam en ik sprak een echtpaar aan. Ik zeg, meneer, ik heb een boodschap voor u om u echt gelukkig te maken. Toen keek hij me aan en toen zei hij, ja, sorry, hij zegt, dat ben ik al lang. Ik zeg, dat bent u al lang? Ja, zegt hij, dit is mijn vrouw en wij zitten elk weekend van vrijdagavond af tot zondag in de kroeg en we drinken en we vieren feest. Hij zegt, je moet ook eens komen. Hij wilde mij ook gelukkig maken. En ik dacht, ja, wat heb ik die man eigenlijk te bieden? Ik dacht, al die ongelovigen zijn ongelukkig. Maar het is niet waar, ze zijn soms zo gelukkig. Ze zijn soms zo vrij. Ze doen gewoon datgene waar ze zelf zin in hebben. Daarom is het zo verleidelijk. En trekt het zoveel mensen aan. Het houdt ook zoveel mensen weg van God. Weet je wat de grootste zegen was in mijn leven? Dat ik een kampioenswedstrijd voor mijn vereniging moest spelen. En door een hele grote blunder van mij, we niet kampioen werden. En er zo'n grote foto 's maandags in het sportblad stond, door Aad van de Zanden, door de fout die hij maakte, werd zijn vereniging niet kampioen. Dat is de grootste zegen van mijn leven geworden. Nee, niet op dat moment. Want toen voelde ik me diep ongelukkig. Maar weet je, ik kwam zo in een moeilijke situatie daardoor, dat mijn weg geleid werd naar de Heere Jezus. Soms moet je dingen meemaken die zo schokkerend zijn, dat je stilgezet wordt om de weg naar de Heere God te vinden. En ik dank God ervoor, voor die blunder die ik toen maakte, omdat dat de aanleiding werd om hem te zoeken en hem te vinden. Weet je, we denken soms dat we vrij zijn en dat we gelukkig zijn. Veel mensen denken dat geld gelukkig maakt. En dat maakt het wel makkelijker. En het is best fijn als je wat geld hebt, dat je wat dingen kunt doen waar je ook plezier in kan hebben. Maar een tijdje geleden was er een enquête gehouden onder alle mensen die in hun leven een keer een loterij hebben gewonnen. En toen kwam die sprangende vraag bij mensen van, heeft het je nou ook gelukkig gemaakt? En bijna iedereen moest zeggen, nee, ik heb wel meer zorg gekregen. Meer zorg over mijn bezittingen, omdat ik zo rijk geworden ben en een grote prijs heb gewonnen in de loterij. De klank van veel geld is wel geluk. Maar het bindt mensen vaak aan allerlei rijkdommen. En ik ben dankbaar dat God ons daar altijd voor heeft bewaard. Want geld kan een mens zo binden. Toch hoorde ik een interview een tijdje geleden wat me diep raakte. Iemand
Wij maakten de opmerking van een man die gevlucht was uit Tsjechië naar Nederland. En hij had maar één verlangen om in Nederland te gaan wonen. Waarom? Om vrij te zijn. Nou, ik kan me voorstellen, als je leeft onder de macht van het communisme, en dat was toen in zijn dagen, om dat land dan te ontvluchten en te gaan wonen in een land waar vrijheid is. En toen stelde de interviewer de vraag, en heb je dat ook gevonden in Nederland? En toen zei hij nee. Hij zei, ja, maar waarom dan niet? Hij zegt, omdat ik altijd, zegt hij, geleefd heb met de gedachte, vrijheid, dat zit in je omgeving. En ik dacht, ik moet naar Nederland. Dat is een omgeving waar vrijheid is en dat is er in mijn land, in Tsjechië, niet. Hij zegt, maar wat heb ik me vergist? Want toen ik in Nederland kwam en ik dacht dat ik vrijheid vond, toen vond ik het niet. Maar ik heb wel geleerd, vrijheid zit niet aan de buitenkant. Maar vrijheid zit aan de binnenkant. Hoeveel mensen in Nederland leven nog in vrij Nederland, maar zijn binnen in zichzelf gebonden aan zoveel dingen. Jij kan hier ook zitten vanmorgen. Zelfs in een jongerenconferentie in een weekend. En je kan zeggen, jongen, wat een prachtige liederen. En ik ben de zanggroep daar zo dankbaar voor de liederen die ze hebben gekozen, omdat ze elke keer zo passen in het thema. Wat gaat over vrijheid. En dat jij hier zit en zegt, ja, maar je kent me niet van binnen. Want van binnen ben ik zo gebonden. Toen we dat prachtige lied net zongen, dat themalied, toen dacht ik, wat zou het geweldig zijn als we aan het einde van deze conferentie allemaal zullen zeggen, ik ben vrij, ik ben vrij, ik ben vrij. En dat kan. Dat is mogelijk, waarom? Omdat Hij die roept, de Heere God is en die roept tot vrijheid. Nu laten we eens gaan kijken naar die vrijheid, wat het precies betekent. Ik heb al de opmerking gemaakt gisteren dat het gevaar van vrijheid losbandigheid is. In de laatste toespraak die de Heer Jezus houdt, die over de eindtijd gaat in Matteüs 24, daar zegt hij ook, omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde bij de meesten verkillen. Dat betekent dat daar waar wetsverachting toeneemt. En wat is er een wetsverachting? Je niet houden aan het woord van God. En wat ontstaat er? Liefdeloosheid. Bandeloosheid. En dat betekent, lieve mensen, dat die wetteloosheid eigenlijk steeds meer zich openbaart in onze tijd. En wat komt er dan? Als er wetteloosheid komt, dan komt er ik-gerichtheid. Dan gaat het alleen maar om het ik van de mens, de hoogmoed van de mens. En dat was al de eerste zonde in het paradijs. Dat de mens zo hoogmoedig was dat hij aan God gelijk was. Ik-gerichtheid. Paulus, die tot geloof gekomen is, die leert om te zeggen, niet ik, maar Christus leeft in mij. Ja, maar dat betekent dat die I van je eigen ik, en je weet, dat is een rechtopstaande letter. En we willen onszelf altijd zo graag recht overeind houden. We willen niet buigen. Maar als je een I buigt, dan wordt het een C. De C van Christus. Nu, als je je niet houdt aan het woord van God, dan word je iemand die zichzelf overeind wil houden. En dat is zo verschrikkelijk verkeerd. Nu, ik-gerichtheid betekent ook dat je gaat zoeken naar bevrediging van je eigen vlees. Als je de wetten van God niet accepteert, dan ga je zoeken naar begeerten van je eigen vlees. En weet je, begeerten van je eigen vlees, bevrediging daarvan, heeft niet alleen maar te maken
met de bevrediging op het terrein van de seksualiteit. Oh, daar heeft de een meer moeite mee dan de ander. Dat is voor de een soms meer strijd dan voor de ander. Maar er zijn anderen die soms zoeken naar bevrediging van het vlees door alles maar te willen hebben. Alles te willen kopen, alles te willen bezitten. Die zo gericht zijn op dingen buiten zichzelf en die zich naar hun toe willen trekken. Ikgerichtheid, dat uit zich niet alleen maar in seksualiteit, maar dat uit zich op zoveel vlakken van het leven. En ik weet niet wat jouw zwakheden zijn. En ik weet niet wat jij zoekt aan bevredigingen in jouw eigen leven. Maar weet je, bevrediging zoeken voor je eigen vlees, dat kan enorme gevolgen hebben. Lees het maar mee in Psalm 107. In Psalm 107, daar wordt tot 4 keer toe bijna hetzelfde geschreven. Ik heb die tekst genomen uit de MBG-vertaling en ik wil dat even een paar verzen daarvoor met je lezen. Er waren er die in donkerheid en in diepe duisternis zaten, gebonden in ellende en ijzer. Nou, dat is een verschrikkelijke situatie waarin die mensen verkeren. Wat is de reden? Omdat zij de woorden Gods hadden weerstreefd en de raad des Allerhoogsten versmaad, had hij hun hart door moeite, vernedering, ze struikelden en er was geen helper. Dat is dus door de zonde van het loslaten van de woorden van God. Dat is precies wat we net lazen in Matteüs 24, dat door wetsverachting de meest verschrikkelijke dingen ontstaan. Nou, dat zie je ook hier als mensen niet luisteren, niet gehoorzamen aan het woord van God, dan raak je gebonden, hier staat, in ellende en ijzer. Met andere woorden, je kan geen kant meer uit. En wat is dan het wonder dat er staat, toen riepen zij tot de Heere in hun benauwdheid. En dan merk je ineens dat God die mens weer hoort en dat hij optreedt als helper. En dat hij ze opnieuw gaat verlossen uit de benauwdheid waarin ze terechtgekomen zijn. Dan lees je dat tot 4 keer toe. En elke keer worden er andere woorden gebruikt in die lange Psalm 107, waarin een mens terecht kan komen die gericht is op zichzelf en die de woorden van God niet gehoorzaam. Ja, maar dat geldt niet alleen voor die mensen die daar beschreven staan in Psalm 107. Dat is precies hetzelfde voor jou en mij. En hoe gemakkelijk gebeurt het? Dat we de woorden van God hebben gelezen en eigenlijk niet doen wat er staat. Het woord van God niet gehoorzamen. Weet je, het is een zegen als je het woord van God leert kennen, als je mag weten wat er staat. Maar dan moet je ook wel leren om te doen wat er staat. Ik denk dat een van de redenen is dat we soms zo weinig de Bijbel voor onszelf lezen in regelmaat. En daar bedoel ik mee gewoon elke dag getrouw dat woord te lezen. Waarom? Omdat er die woorden God zijn die ons ook vertellen datgene wat God van ons verwacht. En God verwacht ook dingen van ons. Maar als we ongehoorzaam zijn, dan moeten we eens leren vanuit deze psalm wat het gevolg kan zijn. Dat je opnieuw die vrijheid die je had in Christus kwijt kan raken. Ik heb het net al gezegd en ook gisteravond genoemd, dat vrijheid zich zo heel gemakkelijk kan omzetten in losbandigheid. Loskomen van de band van God en eigenlijk terechtkomen in allerlei zonde en ongerechtigheid. Nu ook wij
lopen als christenen gevaar om losbandig te worden, juist als je die vrijheid van Christus hebt leren kennen. Er staat, want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen, gebruik die vrijheid niet tot oorzaak van het vlees, maar dient elkander door de liefde. Je bent vrij en nu moet je het niet gaan gebruiken voor je eigen vlees, voor je eigen leven, voor je eigen verlangens. En dat gevaar is er. Je wordt daarin beproefd door God en je wordt daardoor verzocht door Satan. Ik weet niet of je het verschil kent tussen beproeving en verzoeking. Dat is zo verschrikkelijk moeilijk om dat te onderscheiden. Dat je vaak ook niet eens weet, is het nou een beproeving of is het nou een verzoeking? Nou, God verzoekt niemand. God beproeft wel. En ik heb daar jaren geleden eens een studie van gemaakt, tot ik tot de ontdekking kwam dat het notabene in de Bijbel bijna altijd gelijk opgaat. En dat komt als God de mens beproeft, dan staat Satan er gelijk bij om er een verzoeking van te maken. En dan weet je niet, in een situatie, wat is het nou? Beproeft God me nu of verzoekt Satan me nu? En weet je, je kunt er alleen maar achter komen als je weet wat het doel van beproeving is en wat het doel van verzoeking is. En het doel van beproeving is dat God je in afhankelijkheid wil brengen van hem. Dat is het doel van beproeving. Dat je afhankelijk blijft van hem. Het doel van verzoeking is dat je onafhankelijk wordt van God. En dat je het zelf wel gaat doen. Dat je je eigen keuzes gaat volgen en dat is precies wat Satan wil. Wat was de verzoeking van Satan in het paradijs? Om de mens onafhankelijk te maken van God. Dat ze niet afhankelijk zouden blijven van de schepper, maar dat ze onafhankelijk zouden worden en hun eigen weg zouden gaan. God beproeft of wij onze vrijheid werkelijk van hem blijven ontvangen, daarin blijven leven, ik kom daar morgen ook vanavond ook nog wel op terug, daarin blijven leven in die vrijheid en dat we die vrijheid niet gaan gebruiken voor ons eigen vlees. Ik zal je een voorbeeld noemen van een beproeving in mijn leven. Het is jaren geleden dat ik een heel merkwaardig telefoontje kreeg. Een oudere zuster in het geloof belde mij op en zei, Aad, heb je ook de gelegenheid om vanmiddag even langs te komen? Een gewoonte getrouw vroeg ik, waarom zit u ergens mee? En ik vroeg dat ook aan haar, is er ook een reden waarom u dat vraagt? Ja, zei ze, ik heb echt een reden. Ik zeg, mag ik ook weten wat het is? Toen zegt ze, ja, dat mag ik ook, mag je weten. Ik wil je vanmiddag graag 100.000 gulden geven. Nou, dat hoor je niet elke dag. Gelukkig maar. Ik wil je 100.000 gulden geven. Ik zeg, wat zegt u? En ze herhaalt het nog een keer. En ik zeg, waarom wilt u me dat geven? En toen kwam er een heel aannemelijk verhaal. Ik zou bijna zeggen een beproeving. Ze zegt, nou, je weet, mijn man was directeur van een heel groot bedrijf. Die is een aantal jaren geleden overleden. We hebben geen kinderen. En jij hebt mij tot de Heere Jezus geleid. Daarom wil ik jou 100.000 gulden. En ik zei tegen de, wilt u dat geven? Voor mijn werk, we zaten in een geloofswerk met heel veel fulltime werkers, dus we konden dat best gebruiken. Ik zeg, wilt u dat geven voor ons werk?
dan bel ik de penningmeester of die even bij u langskomt, maar dan kom ik niet. En toen zei ze, nee, ik wil dat geven aan jou persoonlijk. En op hetzelfde moment begon ik te twijfelen in mijn gevoelens van, waarom wil ze dat nu? En ik vroeg haar rechtstreeks, maar vertel me nou eens heel eerlijk, waarom wilt u me dat geven? Wat is de reden? En toen werd het stil en toen zei ze, nou, als ik heel eerlijk ben, wil ik het u geven, omdat ik dacht, misschien kom je dan wat meer op bezoek. En toen heb ik gezegd, mevrouw, ik ben niet te koop. Ik wil net zo vaak op bezoek komen bij u als dat het nodig is. Maar ik ben niet te koop. Weet je, ik had zonder meer dat geld kunnen accepteren. Ik had het ook kunnen verantwoorden naar iedereen toe. Ja, die mevrouw, haar man is overleden, ze hebben geen kinderen. Ik heb haar tot de Heere Jezus mogen leiden. Nou, ik had toch geen betere verdediging kunnen hebben tegenover zo'n groot bedrag. Maar het was een beproeving. Zou ik het kunnen gebruiken? Die vrijheid had ik toch om het aan te nemen. Ze bood me dat toch aan. Ik had het kunnen gebruiken voor mijn eigen begeerte, voor mijn eigen vlees. Je wordt erin beproefd. Alleen God heeft me ervoor bewaard. En weet je wat het wonder was? Toen ik het niet had aangenomen, belden ze me 3 maanden later op. En toen zei ze, joh, zou je willen vragen of de penningmeester van het werk eens bij me langs wil komen? En ze gaf 80.000 gulden voor het werk. Wat een zegen was het voor het werk om de werkers te kunnen betalen. Weet je, beproevingen, die zijn er. Daarom is het zo'n ernstig woord dat wij die tot vrijheid geroepen zijn, die vrijheid niet moeten gebruiken voor het vlees. En het is zo aantrekkelijk, zo verleidelijk kan het zijn voor jou en voor mij. Nu, wat zegt de Bijbel over de vraag, wat is vrijheid? Een prachtige tekst. De eerste plaats staat er, want in hem leven wij. Soms moet je de Bijbel lezen, woord voor woord. Want anders mis je zoveel. In hem leven wij. En dat betekent dat iedereen die tot het geloof in Christus is gekomen, die is overgegaan van de dood in het leven. Van de duisternis in het licht. Wie de Heere Jezus kent als de weg, de waarheid, die mag hem ook kennen als het leven. Dat leven van Christus is jou en mijn deel geworden. We zijn een nieuwe schepping. We leven. Dat staat ook in de eerste Johannesbrief. God heeft zijn Zoon gezonden naar deze wereld opdat wij zouden leven. En als je dat leven niet kent, en vanmiddag in de workshop wordt het je nog eens extra uitgelegd. Wat dat leven is in Christus. En dat jij wordt uitgenodigd om te komen tot Christus. Hij roept je daartoe om je vrij te maken en je dat leven deelachtig te maken. Ja, maar je bent ook geroepen tot vrijheid. Dat is het tweede wat er staat. Want in hem leven wij en bewegen wij ons. Moet je eens over nadenken. In hem bewegen wij ons. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat er in hem ruimte is om je te kunnen bewegen. Er zijn mensen die het zo wettisch wordt uitgelegd. Je mag dit niet, je mag dat niet, je moet dit, je moet dat. En die leven bijna in een harnas. Ze durven zich nauwelijks te bewegen in Christus. Soms denk ik dat er in hun Bijbel staat, voorts wees krampachtig in de Here.
Ja, dat staat er niet. Maar soms leven mensen wel zo. Die zo krampachtig leven, dat ik denk, jongen, wat verschrikkelijk. Alleen al om naar te kijken, laat staan, om je zo te gedragen. Er staat, in hem bewegen wij ons. Dat betekent dat er in hem alle vrijheid is om je daarin te bewegen. Paulus zegt zelfs, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geven. Hij haast zich bijna om te zeggen, niet alles is nuttig. Dat betekent niet alles hoef je te doen. Maar in hem mag je je bewegen. En dat is zo'n geweldige bevrijding. Als je tot die vrijheid geroepen wordt, maar dat je het ook gaat beleven. Nou, wat is vrijheid? Dat is leven in hem, maar ook je bewegen in hem. Zeggen, Heere, wat is uw wil dat ik doen zal? Heere, wijst u me maar de weg die ik gaan mag. En dan merk je ineens, in hem is zoveel ruimte. Dat is ook de betekenis van het woord wat geciteerd werd vanmorgen. Johannes 8, vers 36. Als de Zoon van God je heeft vrijgemaakt, dan ben je waarlijk vrij. Dan ben je krachtig in hem. En wat is het derde? Want in hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. Corrie ten Boom die zei altijd, als je duim je eigen leven is en je hand is Christus en je andere hand is God de Vader, dan mag je weten, met Christus ben ik geborgen in hem. Nou, veiliger kan het toch niet? Dat je met Christus geborgen bent in hem, dat is je positie. Dat is zijn in hem. En zijn in hem betekent dat je een nieuwe schepping bent. Onthoud die tekst. Leven, bewegen en zijn in hem. Wat zegt de Heer Jezus? En dat zijn zijn eigen woorden in Lucas 4. En hij, God de Vader, heeft mij gezonden om aan gevangenen vrijlating te verkondigen. Een gevangene. De opmerking werd al even gemaakt. Ik heb zelf het voorrecht gehad om een pastorale cursus te schrijven. Jaren geleden, toen begon ik op zo'n klein kladpapiertje. En ik zei heel enthousiast tegen de leden van de gemeente waar ik voorganger was in Hilversum. Omdat ik merkte dat ze elke zondag wel in de dienst kwamen. En ze consumeerden, maar ze deden eigenlijk nooit wat. Van de 500 leden waren er misschien 20 actief. En 480 die kwamen en die gingen weer. En toen vroeg ik de mensen van, waarom doen jullie nooit wat in de gemeente? Ik zie je wel elke zondag, maar ik zie je nooit in de activiteiten van de gemeente. En toen kreeg ik het verrassende antwoord dat mensen zeiden van, ja, ik zou best wat willen doen, maar ik weet niet hoe. En het viel zomaar uit mijn mond. Dat ik zei, nou dan ga ik elke maand een cursus geven, 3 jaar lang. Waar ik het vandaan haalde, wat ik ook niet. Maar het viel er zomaar uit. Ik zeg, en laten we het maar noemen een pastorale cursus. Want we hebben veel mensen nodig die anderen moeten gaan helpen. En ik had maar een paar aantekeningen op zo'n klein briefje. En ik dacht, waar begin ik aan? Een pastorale cursus van 3 jaar elke maand. En elke maand schreef ik een les voor de cursus. En ik moest lessen schrijven over ervaringen die ik nog nooit had opgedaan. Vergeet nooit dat ik een les moest schrijven over begeleiding van mensen die gescheiden zijn. Alleen God bracht er in 1 week tijd 4 op me weg. 4 huwelijken die op springen stonden en die gezegd hadden, we gaan scheiden. En God bracht ze in 1 week op mijn weg om ze maar te gaan helpen en te gaan begeleiden. En 1 week later schreef ik uit dat wat zij me verteld hadden, een hele les hoe je dat moest gaan doen. Een maand later moest ik een les schrijven over begeleiding van homofielen en homoseksuelen. Ik had er nog nooit één ontmoet.
En God bracht er in 1 week 3 op mijn weg. En zij gingen me vertellen wat hun nood was. Zij gingen me vertellen hoe ze een hekel hadden aan al die mensen die met bijbelsteenteksten gooiden naar hun. Hoe verschrikkelijk het toch was. Soms helemaal uit zijn verband gerukt. En ik begon een les te schrijven. En zo werden er 40 lessen geboren. Niet te weten dat die cursus notabene ook nog wereldwijd zou worden. En dat die op dit moment in 25 landen van de wereld gebruikt wordt. En ik heb zoveel landen bereisd en bezocht om overal die cursus te mogen geven. En God heeft het gezegend. En ik vergeet nooit dat ik op Aruba kwam. En ik gaf les aan de 70 predikanten die daar waren. En ze waren zo enthousiast. En toen kwam er een man naar me toe en die zei, joh, hij zegt, ik heb het stiekem opgenomen, zegt hij, op video. Ik zeg, waarom heb je dat gedaan? Hij zegt, nou, ik wil het morgen graag laten zien aan mijn jongens. Ik zeg, wie zijn jouw jongens? Hij zegt, nou, ik ben directeur van de gevangenis en ik noem de gevangenen altijd mijn jongens. En toen zei mijn vertaler die bij me stond, hij zegt, nou Aad, die geeft toestemming aan jou om dat te laten zien op 1 voorwaarde. Hij vroeg dat helemaal niet aan mij. Hij zegt, op 1 voorwaarde, als hij in de gevangenis mag spreken. En ik had nog nooit in de gevangenis gesproken. En ik zie me dan nog zitten in 1 grote ruimte met 35 gevangenen. En de cipier die deed de deur op slot terwijl wij binnen zaten. Ik dacht, jongen, wat gaat er gebeuren hier? Allemaal van die bodybuilding. En ik begon het evangelie uit te leggen. En we nodigden de mensen uit om tot de Heer Jezus te komen. En toen gebeurde er iets. We werden gelukkig er weer uitgelaten. En toen kwam de directeur naar me toe en die zei, Aad, ik heb net een telefoontje gehad aan de overkant bij het ministerie van Justitie. Heeft de directeur gevraagd of je even bij hem langs wil komen. En ik liep er naartoe en ik werd ontvangen in een schitterend kantoor. En de man tegenover me begon te huilen. En hij vertelde wat zijn nood was in zijn leven. Dat hij zo gebonden was aan bepaalde zaken, waar ik nu niet op wil uitweiden. Zo gebonden. En we zijn samen in gebed gegaan en er kwam zo'n bevrijding in het leven van deze man. En het is geen verhaaltje, het is echt gebeurd. Ik had nog geen amen gezegd of de telefoon gaat bij hem. Of ik nog steeds bij hem was. En hij zei, zou Aad van der Zanden ook nog even langs kunnen komen bij mij? Bij de minister van Onderwijs, die aan de andere kant zat. En ik kwam bij hem binnen en het verhaal wat die man vertelde had alles te maken met gebondenheid. En ineens liet God me zien dat er meer gevangenen zijn buiten de gevangenis dan in de gevangenis. Weet je, je kan ook vanmorgen hier zitten als een gevangene gebonden aan dingen waar je maar niet los van kan komen. En Jezus zegt, de Vader heeft me gezonden om aan gevangenen vrijlating te verkondigen. Wat is vrijheid? Vrijheid is vrij worden van gevangenschap. En dat kan alleen maar gebeuren door de Heere Jezus Christus. Weet je, er is zoveel meer dan dat er in het begin van deze tekst staat, van dit schriftgedeelte staat. Wat we misschien allemaal wel kennen, omdat dat zo vaak geciteerd wordt, vooral met name zo rond de kerstdagen. Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. En dat is een tekst die velen wel kennen. Maar ken je nou ook het vervolg? Want weet je, er is veel meer dan alleen maar een heilbrengende boodschap. Er is veel meer dan alleen maar te horen dat je een kind van God kan worden.
En dat je behouden kan worden, dat je een nieuwe schepping kan worden. Er is veel meer waar je vrijheid in kan gaan beleven. Alleen moet je daarvoor worden opgevoed. Jullie weten het nog veel beter dan ik. Dat er hele leerstellingen zijn in ons land, in veel kerken, waar ze geloven in een gearriveerd geloof. Ze zijn behouden. Nou, dan is het toch klaar, hè? Ik geloof in de Heer Jezus en ik weet dat ik straks naar de hemel ga. Nou, dan houdt het toch op, dan is het toch klaar, dan is het toch goed met me? Nee, er is veel meer, want dan begint het pas. Dan begint de opvoeding door de Heilige Geest, die ons vrij wil maken. Ik heb dat maar rood gedrukt, om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid. Ja, je leest het goed. Van alle ongerechtigheid. Een paar versen daarvoor wordt het allemaal gespecificeerd, wat die ongerechtigheden zijn in ons leven. Maar ik vat het maar samen om de tijd te zullen. Je wordt vrijgemaakt van alle ongerechtigheden. En hoeveel zijn er niet? Hoeveel dingen zouden wij kunnen opschrijven en zeggen, dat is niet goed in mijn leven, daarin ben ik zwak, daarin dwaal ik af. En dat is bij iedereen weer anders. We hebben het al gezegd, de een is zwak in dit, de ander is zwak in dat. En die zwakheid is er. Maar God wil ons ervan vrij maken. Wat zegt de Bijbel nog meer over vrijheid? Nu, je kent allemaal wel het verhaal uit Johannes 11. Ik zal er een paar dingen van lezen. En Jezus zeide, neem de steen weg. En Martha, de zuster van de gestorvene, zeide tot hem, Heere, er is reeds een lijklucht. Want het is al de vierde dag. En na dit gezegd te hebben, riep hij met luider stem, Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, de voeten en de handen gebonden met grafdoeken. En er was een zweetdoek om zijn gelaat gebonden. En Jezus zeide tot hem, maak hem los en laat hem heen gaan. Moet je kijken wat er eigenlijk staat. 2/3 van dit wonder wordt gedaan door mensen. 1/3 wordt gedaan door de Heer Jezus. En 2/3 door mensen. Wat de mens moest doen was, in opdracht van de Heer Jezus, neem de steen weg. Wat de mens niet kon, dat doet Jezus. En hij zegt, Lazarus, kom uit. En hij wekt hem op uit de doden. Dat kunnen wij niet. En wat zegt hij dan? Maakt gij hem los. Zijn opdracht. 2/3 van dit wonder geschiet door de mens. Dat is op de bruiloft te Kana precies hetzelfde. 2/3 van het wonder bij de bruiloft te Kana wordt gedaan door mensen. Jezus zegt, vul de vaten met water. En ze vulden ze tot de rand. En niemand had er erg in, maar dan ook niemand, dat het wonder op hetzelfde moment al gebeurde. Dat de water in wijn was veranderd. Dus dat was geen rode wijn. Anders hadden ze het wel gezien. Het moet dus witte wijn geweest zijn. Ze zagen niet eens het verschil tussen water en wijn. Maar het wonder was al gebeurd. Zonder dat ze het wisten. En dan scheppen ze eruit, want dat is de opdracht van Jezus. En scheppen uit en brengen het bij de leider van het feest. En die proeft het.
En die zegt, wat is hier aan de hand? Iedereen zet eerst de slechtste wijn en dan de goede. Of eerst de goede en dan de slechte. Nou, hier is sprake van zulke goede wijn. Die tot het laatst bewaard was, want de wijn was op. Dat weet je uit het verhaal. Twee derde van het wonder wordt door mensen gedaan. Alleen wij kunnen Lazarus niet opwekken uit de doden. En wij kunnen water niet in wijn veranderen. En wat wij niet kunnen, dat doet Jezus. Maar dat betekent wel dat we een enorme verantwoording hebben. Nou, waar moest Lazarus van bevrijd worden? Van grafdoeken. En grafdoeken die herinneren aan de dood. Nu even één stapje terug. Wat zei de Heer Jezus bij het graf van Lazarus? Neem de steen weg. Dat was een opdracht voor mensen. Neem de steen weg. Dan wordt er geprotesteerd en zegt, ja, maar er is al een lijklucht. Het is al 4 dagen, dus Lazarus was echt gestorven. Neem de steen weg. Weet je, als je dat geheim, die opdracht leert verstaan in je leven, dan ga je dat ook doen. Wat zijn er mensen die graag tot de Heer Jezus willen komen? Maar ze durven niet. Ze hebben soms een zetje nodig van jou en mij. Soms moeten ze worden uitgenodigd. Soms moeten ze worden meegenomen naar een jongerenconferentie. Ze zouden nooit uit zichzelf gaan. Maar omdat jij het gevraagd hebt, gaan ze met je mee. Stenen weghalen. Soms moet je dingen oplossen die voor de mensen bijna niet op te lossen zijn. En wel door jou. Misschien wel in je eigen gezin, in je eigen gemeente. Dat er dingen zijn waarvan je zegt, dat ligt altijd als een steen. Dat ligt er altijd als een moeite voor mensen om daar overheen te komen. Om daar doorheen te komen. Wat een zegen als jij het weg kan nemen. Je moet er eens voor bidden. Heere God, zijn er stenen die ik weg kan nemen, waardoor de ander tot leven mag komen. Niet door jou, niet door mij, maar die ook dat woord van de Heere Jezus mag horen. En dan zegt Jezus, Lazarus, kom uit. Ik weet niet of je er wel eens over nagedacht hebt. Maar ik snap van dat verhaal helemaal niks als ik daaraan denk. Jezus zegt, Lazarus, kom uit. En hij komt uit het graf. Hoe die het gedaan heeft, snap ik niet. Want hij kon niet lopen. Hij kon niet tasten. En hij kon niks zien. Er zaten grafdoeken om zijn benen, nou dan kan je niet lopen. Er zaten grafdoeken om zijn armen, je kan je dus niet uitstrekken. En er zit een zweetdoek om zijn gelaat. Maar één ding is zeker. Hij leeft. Hij was dood, maar hij is opgestaan uit de doden. Hij leeft. Dat is zeker. Ja, maar dat is toch geen leven? Dat is toch geen leven als je niet kan lopen? Dat is toch geen leven als je niet kunt tasten? Dat is toch geen leven als je niet kunt zien? En wat zegt Jezus dan? Maak gij hem los. Dat zegt hij tegen zijn discipelen. En als jij een discipel bent van de Heer Jezus, dan zegt hij dat ook tegen jou. Ik ben ervan overtuigd dat er onder jullie zijn die misschien zelfs wel overgegaan zijn van de dood in het leven. Maar die niet kunnen lopen. Die niet kunnen tasten. En die niet kunnen zien. Waar moest Lazarus van bevrijd worden? Van grafdoeken, waar herinneren grafdoeken aan? Aan de dood. Waardoor kan jij gebonden zijn
Dat je niet kunt lopen, niet kunt tasten, niet kan zien. Door dingen die herinneren aan de dood der zonde. Aan je oude leven. Want weet je, als je tot geloof komt, dan is het eerste wat je moet leren, leg dan af. Leg dan af. Leg dan af. Dan moeten dingen afgelegd worden. En als je zegt, dat kan ik niet. En ik ken mensen die dat absoluut niet kunnen. Omdat het ze nooit geleerd is. Dan zijn er ook hier in dit weekend mensen die je daarbij willen helpen. Die in de naam van de Heere Jezus de banden van jouw oude leven kunnen verbreken. Zoals ze verbroken moesten worden bij Lazarus. En ze maakten hem los. Moet je je voorstellen. Ze deden misschien wel eerst de zweetdoek van zijn gelaat. En hij kon zien. Hij zag het nu dat hij ook leefde. Hij voelde het niet alleen, maar hij zag het ook. En ze hebben de grafdoeken verwikkeld van zijn armen. Hij kon zich bewegen. En van zijn voeten, toen kon hij lopen. Ja, toen pas leefde hij. En misschien zeg je, ja, ik leef wel, ik ben een kind van God, maar kan me nauwelijks bewegen. Wat is vrijheid? Vrijheid is als de banden verbroken zijn. Kan een kind van God dan verslaafd of gebonden zijn? Ja, dat kan. Een kind van God kan verslaafd en gebonden zijn. Die kan leven en zich niet bewegen. Die leeft inderdaad in een krampsituatie. Demas ging met Paulus mee op zendingsreis. Getuigde met Paulus van de wonderen God. Totdat hij merkte dat het zo moeilijk werd in het werk. Dat er vervolging kwam, dat er tegenstand kwam. En Demas haakt af. Uit liefde voor de tegenwoordige wereld. En hij ging naar Thessalonica, hij ging naar huis. Hij keerde zich af en hij kwam terug van de zendingsreis. Zo enthousiast vertrokken, maar uit liefde voor de tegenwoordige wereld. Keerde hij naar huis terug. Hij koos meer voor een gemakkelijk leventje. Is Demas in vreselijke zonde gevallen? Nee, dat staat er helemaal niet. Maar hij werd weer gebonden uit liefde voor de wereld. Ik weet niet hoe het met jouw liefde is ten opzichte van de wereld. Of dat je werkelijk vrij bent. En als jij moet ontdekken, maar er zijn banden in mijn leven waarvan ik bevrijd moet worden. Nou, laat je dan bevrijden. En bid met iemand die echt de opdracht van de Heere Jezus heeft verstaan. Om in zijn naam banden los te maken. Laat ik maar eindigen, want het is tijd, met dit woord. Handelingen 26. Een opdracht die Paulus had en ook de andere apostelen. Om hun ogen te openen tot bekering uit de duisternis tot het licht. Er kwamen mensen, veel mensen tot het geloof in Christus door de prediking van Paulus. Was dat het enige wat hij deed? Nee, dat was niet het enige. Daarom heb ik dat woordje maar onderstreept. En van de macht van Satan tot God, opdat ze vergeving van zonde en een erfdeel onder de geheiligden zouden ontvangen door het geloof in mij. Paulus bracht niet alleen het evangelie. En mensen kwamen niet alleen maar tot de zekerheid van het geloof. En hij bad niet alleen met ze en hij leidde ze niet alleen maar tot Jezus. Maar hij bad ook nog eens een keer met ze om ze te bevrijden van de machten van Satan. Dat betekent dus dat je een kind van God kan zijn. En dat er nog allerlei gebondenheden zijn van Satan in je leven. Zonder dat je dat bewust bent. Iemand zei pas, ik heb al zo vaak over vrijheid gehoord. En ik heb
altijd nog dat vervelende gevoel dat ik niet waarlijk ben vrijgemaakt. Nu als je eraan twijfelt, maak dat dan alsjeblieft bekend. Praat er dan over, zodat er met jou gebeden kan worden, zodat je waarlijk vrij wordt door de Zoon van God. En niet alleen maar weet, mijn zonden zijn vergeven, maar ik mag leven en mij bewegen in Christus. Ik ben vrij. Ik ben iemand die door God zelf is vrijgemaakt. Dat ene woordje en is in deze tekst zo belangrijk. We horen het misschien niet vaak, maar het zijn wel twee hele aparte dingen. Tot geloof komen en bevrijd worden. Ik hoop zo van harte, en ik herhaal het nog een keer, dat we gaan zeggen, wat we drie keer zingen in het themalied. Ik ben vrij. Ik ben vrij. Ik ben vrij. Zullen we een moment hebben van gebed? Heere Jezus, we danken u dat uw woord zo duidelijk is. Als het gaat om de vraag, wat is vrijheid? En misschien dachten we al dat we de vrijheid bezaten. En dat er toch misschien dingen zijn in onze gedachten, waar we in ons leven, in het verborgene, mee zou kunnen worstelen. Waar een gebondenheid is. Heer, waar misschien nog altijd die grafdoeken zijn, die herinneren aan het oude leven, het leven wat de Bijbel noemt, de dood door de zonde. En u wilt ons daar vrij van maken. Dank u wel dat het een opdracht was die u gaf aan de mensen rond het graf van Lazarus. Neem de steen weg. Heer Jezus, dat deed u niet. Maar dat liet u doen door de mensen. U doet ook niet alles. Maar u legt ook verantwoordelijkheid bij ons. Maak ons opmerkzaam. Dat we ook zullen zien welke stenen moeten worden weggenomen. En dan gebeurt daar dat wonder wat alleen u maar kunt doen. En toch, Heere, is daar die opdracht. Dat derde wat u mensen opdraagt daar rond het graf. Wat niet door u gedaan werd, maar wel in uw opdracht gedaan moest worden. En maakt gij hem los. Dank u wel dat de mensen op de bruiloft de vaten vulden, zelfs tot de rand, in de opdracht van u. Dat u het wonder verrichtte dat uw water veranderde in wijn. Maar dat u wel zei, schep eruit en breng het bij de leider van het feest. Heer, u heeft al lang de verlossing, het werk voor de verlossing volbracht. Al meer dan 2000 jaar geleden is de redding ontstaan. Is het water veranderd in wijn. En geeft u ons de opdracht. Schep het en breng het bij de ander. Heer, al 2000 jaar lang is er redding, is er eeuwig leven te ontvangen door het geloof. En mensen verlangen daarnaar, maar weten niet dat het er is. O Heere God, leer ons om onze medewerking te geven aan de wonderen die u wil verrichten in levens van mensen. Dank u wel, Heere, dat u ons alle kent. Misschien nog nooit tot leven gekomen. Misschien het leven wel kennen en toch gebonden. Misschien, Heere,
bevrijd van al die banden der zonde, om ook anderen te helpen in uw opdracht en in uw naam de banden los te maken, door de ander te mogen helpen, ook in dit weekend. Geloofd en geprezen zij uw naam, uit genade. Amen.